ben Lilian en ik studeer ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit op Windesheim Flevoland in Almere. Maar op dit moment ben ik niet in Almere, maar in Shanghai. Ik volg hier namelijk voor een half jaar mijn minor. Toen ik hier net aankwam, was het een vrij rustige week. Want de eerste week was vooral gericht op registratie en het samenstellen van je vakkenpakket. Daarnaast werden er door onze student buddies allerlei activiteiten georganiseerd, waardoor we elkaar wat beter konden leren kennen. Elke internationale student heeft namelijk zijn eigen student buddy. En die student buddy helpt je met het beantwoorden van vragen over het leven hier in China. Daarnaast staat onze campus echt op een hele mooie locatie, midden in de stad, wat echt super handig is. Op 5 minuten loopafstand kom je bij allerlei Chinese lekkernijen waar je echt elke dag van kan genieten. En als je nog 5 minuten doorloopt, dan kom je bij een metrostation en allerlei malls met heel veel winkels waar je alles kan kopen wat je nodig hebt, wat echt super handig is. Wat me vooral opvalt aan de bevolking hier, aan de mensen, aan de stad, is dat het er super levendig is. Het maakt niet uit op welk moment van de dag je de deur uitgaat. Ook al is het midden in de nacht, er is altijd een warme, levendige en gezellige sfeer.